S'morgens vroeg worden in het park de chimpansees naar buiten gelaten. Er staat vandaag iets bijzonders gepland en het lijkt wel of ze dat nu al doorhebben. Op het moment dat de chimpansees naar buiten komen, zie je eigenlijk dat ze al weten dat er iets gaat gebeuren. En er staat natuurlijk ook zo'n blauw kratje naast het veld. En die ziet natuurlijk ook al kokosnoten opliggen. Ik bedoel, ze kunnen wat dat betreft heel snel scannen. En dan weten ze dat ze dat natuurlijk gaan krijgen. Dan is er al een soort spanning, zo van, oh, we krijgen iets lekkers. Er staat dus vandaag kokosnoot op het menu. En de chimpansees hebben er trek in. Dat klappen wat de chimpansees aan het begin deden, is van opschieten. Opschieten en ik wil nu voer. Maar als ze nog even moeten wachten, worden ze recalcitrant. Je ziet ook dat ze dat een aantal gingen stokken gooien. Dat is eigenlijk een soort frustratie, een beetje zo van, god, het duurt wel heel erg lang. En waarom duurt het zo lang? Want we zijn hier toch allemaal? En kom maar op met die kokosnoot. Kom op, snutten vangen. De apen proberen fanatiek de kokosnoten te vangen. Maar als je er eenmaal eentje hebt, hoe krijg je die dan open? In het verleden hebben ze wel vaker kokosnoten gehad, maar een kokosnoot is echt heel moeilijk openmaken. Kijk maar, als jij hem in je keuken zou neerleggen en je zou geen mes hebben of iets dergelijks en geen hamer, hoe doe je dat dan? Nou, zo dus. Deze chimpansee heeft het snel door, maar een ouder vrouwtje heeft geen idee en bedelt bij een jonger mannetje. Wat sommigen doen, is een heel zacht tikken op de betonrand bij de vijver. In de hoop dat er een klein sneetje in komt en dat ze dan dat verder kunnen openmaken. Maar niet iedereen is even handig. Dus sommigen zullen ook tikken op het zand, dan gebeurt natuurlijk niks. Of tikken op een boom die wat zachter is, dan gebeurt er ook niks. En ja, dat is gewoon een techniek. Sommigen kunnen het heel makkelijk. Die mannen hebben grote hoektanden. Die kunnen ook nog eens een hoektand erin zetten op een plekje waar zeg maar die drie puntjes bovenin, waar je het eigenlijk doorheen zou kunnen drukken. Gelukkig hebben de chimpansees een uur later de kokosnoten allemaal open. Dat geluidje wat je nu hoort, een beetje dat is dat ze het gewoon heel erg lekker vinden. En kokosnoten is iets wat ze heel weinig krijgen. Het is natuurlijk duur, maar het is ook het is niet nodig. Het is echt als een soort snackje, als iets bijzonders. En dat doen we nu. En daarom vinden ze het extra lekker. We zijn weer terug bij de chimpansees. Ze hebben net kokosnoten gevoerd gekregen. De meeste apen hebben de noten open en zitten heerlijk te smullen. De groep vrouwen zit apart van de drie mannen. Ja, deze chimpanseegroep bestaat uit drie volwassen mannen en daarnaast een aantal families. En aan het hoofd van die familie staat een stammoeder. Dat is bijvoorbeeld mama, of dat is bijvoorbeeld Jimmy. En die heeft kinderen en kleinkinderen en zo is het opgebouwd. Dus van oorsprong zat er een stammoeders, zeg maar, en een aantal volwassen mannen. Er zijn ongeveer 20 kokosnoten gegooid en de meeste van die noten zijn gevangen en verzameld door de chimpansee mannen. Je ziet overigens wel dat de volwassen man, de hoogste man in rang, de meeste kokosnoten heeft verzameld. Dat is natuurlijk ook makkelijk, hij kan het makkelijk op kracht. En als hij ernaast zit en je gooit iets naar een vrouw lager in rang, dan zal hij het gewoon afpakken. Toch hebben ook de vrouwen een kokosnoot weten te bemachtigen. We hebben één oudere vrouw in de groep, de oudste vrouw. Die is uit 1957, dus zij is 57 jaar oud. En zo, dat is een beetje in mensenleeftijd misschien wel over de 90. Ze heeft niet zoveel tanden meer. Ik bedoel, ze is krom, ze heeft niet meer zoveel kracht in de handen. Dus zij heeft ze nog niet open. De bejaarde mama weet niet wat ze met de dichte kokosnoot moet doen en gaat hulp zoeken. Chimpansees leven in een multi-man- en multi-vrouwen samenleving. Dus er zijn altijd meerdere mannen en meerdere vrouwen in de groep. En er is altijd maar één mannetje de baas. En dat is in dit geval die daar aan de rechterkant zit, Giambo. Giambo is een leider die hier al meer dan 8 jaar aan de top staat. Dat is extreem lang. Maar de groep doet het daar goed op. En zij blijven hem steunen. Inmiddels heeft de dochter van mama de kokosnoot opengemaakt en helpt ze mama met het drinken van de kokosmelk. Chimpansees zijn echte groepsdieren met een geheel eigen politiek. Wat het allerbelangrijkste is bij chimpansees misschien wel, is dat je als man de steun van de vrouwen hebt. Dus je kunt een soort dictator zijn en zulke biceps hebben.
Dan kom je misschien wel even aan de top. Maar als je geen steun hebt van de vrouwen, den je er even hard vanaf. Maar hoe verwerf je die steun van de vrouwen dan precies? De steun van de vrouwen krijg je door goed te netwerken. En de vrouwen ook wel terug te geven. Dus bijvoorbeeld huidverzorging of in een ruzie te steunen. Zometeen zie je hoe de intelligentie van de chimpanseegroep wordt getest door het oplossen van een voedselpuzzel. Maar eerst doen ze nog even een middagdutje. Terug naar Arnhem, waar parkmanager Wieneke en hoofdverzorger Wilco een puzzel voor de chimpansees in elkaar hebben gezet. Dit is een puzzel die we gemaakt hebben. En het is een puzzel die zeg maar, chimpansees heen en weer moeten bewegen. In een soort doolhof om in dit geval fruit en tomaten eruit te krijgen. En dat kan met grof geweld, potentieel. Maar het kan ook door het heel subtiel heen en weer te bewegen. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. En daar komen de chimpansees aan, met voorop leider Giambo. Giambo gaat direct met de puzzel aan de slag en krijgt het ook voor elkaar dat er wat uitrolt. Er komt al wat uit, zie je? Ja, wat je ziet is dat Giambo eigenlijk het object claimt. Dus hij claimt als het ware de puzzel. En Giambo is de leidende man in de groep, dus echt de alfaman. En hij denkt, dit is object, dat hebben we niet zo vaak. Dus ik claim dat gewoon. En zorg gewoon met bruut geweld dat er zoveel mogelijk tomaten en appeltjes uitvallen. En dan zie ik daarna wel weer. Daarmee houden we de makkelijkste eruit. Giambo beukt erop los, terwijl de rest toekijkt. Het is best wel slim van Giambo om het zo te doen. Want je hebt in korte tijd haal je zeg maar, al het laaghangende fruit haal je eruit. En dat is best wel een slimme actie. En je hoeft niet over na te denken, dus je kunt gelijk je buikje vol eten. Ja, chimpansees zijn echt hele krachtige dieren. Je ziet bij die mannen hele grote biceps en triceps. En wordt gezegd dat ze tussen de 5 en de 7 keer meer trekkracht hebben dan een mensenman. Dus je kunt je voorstellen hoe als ze dat object heen en weer rossen, wat hij eigenlijk deed. Als eentje tegen zijn kind krijgt, dan gaat hij denk ik wel knock-out. Kijk, je ziet Ying, die nu aan de rechterkant staat, die zie je echt kijken hoe het binnenwerk eruit ziet. Dus hij ziet natuurlijk de tomaten en de appels zitten. Maar het blijft bij toekijken, want alleen Giambo mag eraan komen en de winst opeten. Hij is toch de leider, dus hij heeft het object geclaimd. Kun je niet zomaar afpakken. Als je dat zou doen, als een niet-leidende vrouw of überhaupt als vrouw... Ja, dan krijg je wel echt een paar klappen, want het object is van Giambo. Ja, je moet nog op als het niet voor zijn kop krijgt, want Giambo is nogal wild, zoals je ziet. Giambo doet zijn uiterste best om de laatste tomaatjes buiten te maken. En dat lukt hem ook nog, totdat er bijna niks meer over is in de kist.